ik ben Move to Cure terechtgekomen nadat ik op zoek was naar een middel om terug in shape te geraken. Gezien ik een ernstige ziekte had en heel veel rugproblemen, gekoppeld daarmee ben ik hier terechtgekomen. Het is een lang traject geweest, een lang project, maar uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen. Dankzij mijn kinesiste Fredje en Lieven zelf en Johan Gerrits, die nu verder met mij werkt. Goed, vandaag met Guy hebben we ons even uitgeleefd op basis van voornamelijk krachtelementen. Hij heeft sowieso afgezien wat je wel op de beelden zult kunnen zien. Daarnaast is er ook wat stabiliteitstraining geweest om toch wat te voorkomen dat hij geblesseerd kan geraken. En als laatste topic was er hetgeen dat hij het allerliefste doet, dat is boksen. Kan hij zich helemaal uitleven, dat is iets wat hij iedere keer naar vraagt en wat ik hem ook met heel veel plezier laat doen, want dan is hij helemaal in zijn element. Het verschil tussen Fredje en Johan zit een beetje in de aanpak. Fredje werkt vooral op mijn heupen, mijn bekken, de souplesse daarin. Werkt ook op mijn buikspieren. En Johan werkt in het totale plaatje, dus een beetje performance training op het vlak van kracht, snelheid, uithouding. Guy stond veel zwaarder. Hij voelde zich niet echt goed in zijn vel. Hij wou echt wel snel veranderen, gewichtsverlies, wou wat meer, ja, meer spiermassa kweken, zeg maar. Vooral qua mindset ook terug plezier vinden in sporten, wat een tijdje weg was geweest bij hem. En ik denk dat we daar redelijk goed in geslaagd zijn. Uiteraard voel ik mij geweldig fit. Ik kom van 3 cijfers nu naar 2 cijfers in kilo's, dus dat is al een hele prestatie. En je voelt het gewoon, je hebt meer energie, je bent gewoon fitter.